Goedemorgen. De ontruiming van het bos bij Schinveld in Limburg is begonnen. Er waren vannacht tientallen actievoerders in het bos. Sommigen houden het er inmiddels al weken uit. De bedoeling is dat later vandaag de eerste bomen worden gekapt. De overheid wil dat om de aanvliegroute van EWEX-vliegtuigen veiliger te maken. Om 2 uur begon de marechaussee het bos uit te kammen. Ze begonnen in het gedeelte waar geen actievoerders zaten. Die hielden zich warm bij hun vuren verderop in het bos. Na een half uur stuitten de troepen op het eerste verzet. En daar werden ook de eerste arrestaties verricht. Het ging daarbij volgens de politie om mensen die zich agressief hadden gedragen. En ook een gemeenteraadslid uit het naburige Brunsum werd ingerekend. Nou, midden in de nacht een ontruiming is heel onverstandig. Dit is stikdonker hier, afgezien van alle lampen van die auto's. Maar ik snap niet wat deze mensen bezielt om nu op deze manier nu het bos te gaan ontruimen. Ik hoop dat het goed gaat, maar er kunnen alleen maar ongelukken van komen. Zit je daar nog lekker bij het vuur als de ME zo dichtbij is? Liever hier dan in de kou, hè. Dus dat is en ik zit hier wel goed. Toch duurde het nog een paar uur voor de marechaussee begon aan het grondig leegvegen van het actiekamp. Inmiddels zijn tientallen mensen aangehouden. Alleen de actievoerders die in de bomen zitten worden nog met rust gelaten. Verslaggever Wouter Meijer in Schinveld. Wouter, hoe is het op dit moment met de ontruiming? Ja, het is een onwerkelijk gezicht en ook een beetje een onwerkelijk geluid. Het is namelijk heel stil. Het bos is bijna uitgestorven. We zijn er net toch even doorheen geweest, waar er loopt bijna alleen nog pers op zoek naar actievoerders. Maar die zijn er bijna niet meer, althans niet zichtbaar. Want er zitten nog wel degelijk mensen in de bomen. Die actie om het heel snel schoon te vegen is blijkbaar gelukt. Na een soort stilstand, bijna de halve nacht lang van 1 uur of 3, waarin iedereen tegenover elkaar stond, kwam opeens die actie om het helemaal schoon te vegen. En dat is in no time gelukt bijna. De enige actievoerder zit nu nog in de bomen en die moeten ook blijven zitten, omdat het nogal gevaarlijk kan zijn om die eruit te halen. Sommigen zitten vastgeketend, dus dat moet voorzichtig gedaan worden. Ja, hoe voorzichtig? Hoe gaan ze dat doen? Hoe gaan ze het aanpakken? De actievoerders zeggen dat veel mensen vastgeketend zitten. Ze zeggen ook dat er nog mensen onder de grond zijn. Dat zijn de anderen die we niet kunnen zien. Die zitten in tunnels, wat het gevaarlijk zou maken om met groot materieel in te gaan om die bomen te kappen. Of het echt waar is, weten we eerlijk gezegd niet. Want ook voor de ontruiming hadden ze al gedreigd met allerlei verrassingen die uit de bomen zouden komen. Die hebben we niet gezien, dus we moeten maar even afwachten of dat van die tunnels en dat vastketenen echt waar is. Maar dat zal later blijken als het helemaal licht is geworden. Wouter Meijer in Schinveld.